dan. Wel grappig eigenlijk. We zien niet dat ze daar aan je mond mag. Ja. We moeten starten dus. Niet. Dat is altijd. Kijk hoe mooi de maan achter ons is. Daar is de maan. En die mongokos, dat is het niet. Ik heb gedacht dat we die mond zo geklost. Het is een klok die tikt. Stoffie, dat kan door verder, dat eigenlijk ook. Ja. Hij is in de house. Pas op, ben je in de kamer. Yeah. Op de vloer is het een keer afgeluurd. Kijk hier. Kerstboom. Ook schoon verlicht. Die moeten we zijn in zo'n straat. Ik ben nu verlicht nog geweest. Schoon, hè. Ik mij niet helpen. De mooie kerstboom. En alles. Schoon. Hier is van de stem. Op goeie dag. En dan weet ik wel wat dat is. Ja, cool. Kijk, schoon hè, de beer. Heel schoon. En nu, kom de auto. Een auto, geen auto besteld. Ja, maar ik niet eerst, maar dan, ik heb echt een auto. Dat is niet waar. Het ziet er wel mooi uit. Dat is voor mijn schoenen. Ik dacht eerst van een kakker te zetten met mijn duur. En ik heb hem de boom gekregen. Ik ga een foto maken. Gewoon door die kop. Dat ging niet naar beneden. Dat is prachtig. Je moet daar zitten op die bank. Dan heb je een mooie foto gemaakt. Dat is wel. Prachtig. Hier daar. Doe eens een dansje. Zo, we gaan wat verder. Het is... Is dat al verkeerd opgezet? Voeten omhoog. Waarom? Ja, val ik toch. Dit is een leuk parkje. We zijn wel eens geweest voor een video te maken. Dus wel heel tof. Ja, dat is ook meneer Licht. Hè. Ja, we vallen zeker op. Dat is geen enkel probleem. Ik dacht even te komen stomen, maar ja, ze betalen me niet. Ik zeg niet stomen. Dan mocht je niet doorlopen. Hoe stond de lijpband zo erop? Ander lijpband, ja. Hè. Hier zit stem. Dat is niet te doen. Hè. Knap. Mensen die weten wat dit voorstelt, mogen het altijd even laten weten. Zet het daar eens in. Daar is stalletje. Ik zou het niet weten. Magische wintergroetje van Sinterklaas. Ik zou je een foto van je maken. Mijn persoonlijke fotograaf. En dit staat achter ons, het kar. Nu gaan we richting het park.
En is goed. Dan lopen we ondertussen hier. Dus die kennen mensen toch wel. Snap, hè, want er ligt hier ding is op dit moment. Ja, dus we gaan vallen. Ja, nu het goed van, ja. Zo. Ja, dat wordt weer een ding. Dan kom je die muur van YouTube, die muziek. Dus we zien welke muziek het is. Zo'n grote pieperstrook. Ik dacht altijd dat de kleine pieperstrook was. Nee. Hier dat was heel leuk. U bent heel uw leven verloren. Ja, maar ik doe het niet veel. Ja, pas op voor die verloren. Dat is dat ik verloren is heel goed. Chimische. Ja, moet chemie. Nou, ik moet chemie doen toch, chemie. Kom maar ze roepen. Dat is je auto, hè? We zijn nu in het park. Dat park, hoe noemen ze dat? Ik zie nu op dat stroos. Is er nog één wakker? Kijk niet naar het getal. Jo, waar? Vlieger! Dat klopt daar niet meer. Kijk ons huis daar beneden! De twee zussen vliegen tot heel hoog in de lucht. Tot zelfs boven hun huis in Sint-Niklaas. Wauw, zus! Wat een leuke nacht is dit! Kijk daar! Roept ze. De grote markt! En daar, de speeltuin, waar we met oma altijd naartoe gaan. Daar vliegen ze, in hun ballon, tussen de wolken en de vogels. Zouden we in deze magische wereld zelf kunnen vliegen, Emma? Zoals de vogels? Vraagt Sarah. Beide zussen lachen. Natuurlijk wel, zeggen ze tegelijkertijd. Ze gaan allebei op de rand van de mand staan en Als alles goed gaat, komt hij daar nu te staan. Hoop ik. In het midden. Je ziet hem niet zo goed. Hij staat er wel. Steek uw lichten aan. Je hem staan daar. Daar staat hij. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Het is er echt heel mooi. Ik heb het heel mooi gedaan. Daar staat hij. Kom, laten we naar de spiegels kijken. En zo lopen Emma en Sarah door het donkere bos, langs de boom in de mist, stap voor stap naar de spiegels. Kijk, zus! Ik zie ballonnen in een donkerblauwe lucht! Wauw! Kijk, hoe mooi. Wat vind je dan dat we zelf allemaal kleden? Ik ben blij. Kijk, hoe mooi vind je dat? Moet je alleen nog naar... naar die kant en dan zijn we klaar. Zijn we de casino? Nee, casino, nee, dat is het Castrohof. Nee, maar casino draag. Ja, daar ja, het casino ook, maar het is niet. Wandelstokken in, als je.
Coaching. Misschien kapage. Schoon. Dat zijn altijd wel de mensen die... Dat is omdat wij dezelfde capaciteit hebben. Die mensen hebben ook wel om een keer gedronden. Ah ja, ik heb het nieuws dat ik op tv kom. Ik heb het niet anders. Dat heb ik dus gezien op Facebook. Dus middag is dat iets te doen was. Dat is het toch niet. Dat gaan de mensen. We zijn overdreven. Precies kiestjes. Precies disco hebben met de saxoon. Al die kleine fonkelende puntjes en worden helemaal warm van binnen. Nu ze aan alle fijne kerstdingen denken. Een mooie kerstboom. Samen zijn met hun familie. Warme chocomelk drinken. En natuurlijk veel pakjes krijgen. Sarah verbreekt een kleine dagdroom. Zullen we samen door de lichten lopen? Ze neemt de hand van haar zusje vast. Laat je op. En voorzichtig wandelen de twee meisjes en de lichtjes door. Wauw. Hoe magisch. Net een sterrenhemel. En elk lichtje staat voor een ster. Mogen we hier een wens maken, denk je, Sarah? Vraagt Emma aan haar zus. Ja, natuurlijk. Wat wens jij? Nee, zegt Emma, terwijl ze haar slaperige hoofdje schudt. Dat mag je niet zeggen. Dat mag niet, hoor. Maar jawel, spoort Sarah haar zusje aan. Dat zijn fabeltjes. Zeg het maar gewoon. Oké. Ik wens dat deze mooie droom nooit stopt. Hier staat... En wat vond je ervan? En nauwelijks zijn ze gewoon spelen. Het was echt super leuk om het allemaal te bekijken. Dus vond je dit een leuke video, dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Het is nog niet afgesloten op de kermis nog. Dat is de volgende vlog. En dan allemaal tot